Hoi. Zo te zien smaakt hij wel. Dat smaakt goed, heerlijk. Ben je een beetje naar je zin hier bij de Haring Party? Ja, zeker, absoluut. Wat is de betrokkenheid van Albert Kluwe, de koningadvocaten, met RVVA? Wij zijn al jaren sponsor, businesslid. En mijn zoon, die inmiddels 21 is, is hier begonnen met voetballen. En toen ben ik altijd bij de club betrokken gebleven. Is in de voorzitterstijd van Kees van Hetzelfde. Daar zijn we ook de Haring Party mee begonnen. Nou, ik vind dat je als bedrijf zeker ook een maatschappelijke functie hebt. Dus dat je ook wat moet doen voor de samenleving. Niet alleen maar geld verdienen, even simpel gezegd. Maar dat je wat terug moet doen. En ja, omdat mijn bedrijf in Ridderkerk gevestigd is, heb ik gekozen ook voor RVVA om daar wat mee te doen. De club leeft. Niet alleen op dit soort momenten. Maar dit is wel een moment zo aan het eind van het seizoen. Om allemaal weer veel oude bekenden terug te zien. Ook genodigden die je niet kent. Dus je leert ook nieuwe mensen kennen. En het is ondanks het weer, moet ik zeggen, goed bezocht. En ik denk als het nu droog blijft dat het aantrekkelijk zal zijn voor meer mensen om alsnog ook te komen. Geslaagde Haring Party, ja zeker. Absoluut. Erg lekker en veel bekenden gezien en gesproken. Je bent sponsor van RVVA. Wat kan RVVA dan voor zijn sponsor terug doen? Nou, je hebt daardoor natuurlijk contact met andere sponsors. En RVVA heeft een hele leuke actieve businessclub. Dus ja, dan krijg je een hele mooie wisselwerking. Hoeveel haringen hebt u al klaargemaakt? Nou, ik heb ze nog niet geteld. Maar we hadden ongeveer 2000 haringen bij ons. Dus als die opgaat, dan zijn het 2000 waar. En allemaal van A van Wijnen, zeeharingen of zeeën? Ridderkerk. De gezelligheid voert door echt de boventoon. Kijk maar om u heen. Iedereen heeft het naar zijn zin. Het is gezellig. Het is leuk. Het is een goed haringjaar. De businessclub was min of meer een wat ingeslapen orgaan geworden. En op een gegeven moment hebben een paar mensen binnen de club zeg maar, gezegd van nou, laten we dat proberen eens wat meer leven in te blazen. Dus we hebben als het ware een eigen bestuur gevormd. In nauw overleg natuurlijk met Mario, de voorzitter van de RVVA. En zo functioneert het inmiddels nu weer ruim een jaar. Hier de media, inderdaad. Dames, een beetje naar de zin hier op de Haring Party. Treffelijk, ja. Wat brengt u hier? Sponsor, hè? Ja. En mag ik de naam weten? Ja, administratiekantoor van Wingerden. Elke sponsor is natuurlijk welkom. En hoe is het bij jullie? Bij ons is het ook heel goed. Ja hoor, kruidassurantie. Ja. Kijk, en u? MSR. Kijk, dat is dan inderdaad... En het Schoonheidsinstituut. Dus dat is een vol sponsoring hier in, met z'n drieën.
Waarom is RVVA voor jou zo'n leuke club om sponsor te zijn en tegelijkertijd ook lid van de businessclub? Gewone club. En daarom is het ook gewoon leuk? Ja, daar hou ik van. Ik kom van Zuid, Rotterdam-Zuid. En dit is eigenlijk het nieuwe Zuid. En daarom vind ik het zo leuk. U bent wel geroutineerd dat ik zo eens kijk. U praat met mij en u maakt ze gelijk schoon. Ja, dat moet gewoon door blijven gaan. Hè? Hetzelfde geld komen ze me dan ook inhalen. Dan schiet die op, hè. Wat vindt u zo van de sfeer? Dat is een party? Ja, altijd goed. En allemaal bekende, dus allemaal uit de winkel. Dus altijd gezellig. Ook een beetje om te netwerken, hè, toch? Zonder meer. En ook leuke bekenden te weer te ontmoeten. Het is toch wel vaak hetzelfde groepje. Maar hier kom je ook andere mensen tegen die je anders niet zo snel ziet. En wat Jup zegt, het is echt een ontspannen gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. En te genieten van al het lekkers wat hier is. Zonder meer. Gaan we zo doen? Gaan we nou echt zo doen? Moet ik er echt helemaal van opmoeien? Wat ook een insteek gaat worden vanuit onze businessclub is wanneer wij activiteiten verrichten tegen een prijs X. Dat wij opbrengst Y niet voor de club wensen te behouden. We zien het dan puur als een netwerkavond. Kan die kosten neutraal, is dat hartstikke mooi. Maar wat daar bovenop dus aan eventueel rendement overblijft op in de zin van financiën. Daar gaan wij dus lokale goede doelen aan benoemen. Dus wij willen ook wat meer, zeg maar, als vereniging. Ook al kunnen we het geld zelf heel goed gebruiken, laat ik dat voorop stellen hoor. Heb ik toch gezegd van we moeten wat minder voor eigen parochie preken. Ridderkerk is groter dan alleen de vereniging RVVA. We hebben hier een paar goede doelen. Dus we willen ook wat aan goede doelen doneren. Een beetje naar de zin hier op de Haringparty. Jazeker hoor. Jazeker. Wat brengt u hier? Werk. Wij zijn van de Koningadvocaten, die organiseren het mede. Die krijgen in de week dat de wedstrijd er is, krijgen ze een uitnodiging voor de thuiswedstrijd. En zo proberen we de leden, zeg maar, weer er meer bij te gaan betrekken. En we hebben ook een keer een uitwedstrijd georganiseerd naar IJsselmeervogels. Een hele leuke dag was dat met de Feyenoordbus. Is toen een hele groep van de businessclubleden naar Spakenburg gereisd. En dat was heel geslaagd. Zeker. De overwinning. Ik wou zeggen, sportief was dat ook een heel geslaagd. Ja, dat kwam goed uit op dat moment wat RVVA won toen ook. Dat was heel erg leuk. Ja. Weinig sponsoren, zeg maar, die puur vanwege het niveau van waarop wij spelen sponsoren. Het is meer bedrijven eigenlijk die het je gewoon gunnen. En vaak gebeurt dat ook in de periferie van sponsoren die weer kennissen van hun enthousiasmeren voor onze vereniging.